Goedemorgen, Frena. Jij en ik hebben even een gesprek net voordat ik een presentatie houd voor de GGZ Delft. Dit is Ron hier, die is de baas hier qua business. Inhoudelijk is het niet zijn ding. Jij bent eigenlijk zeer geïnspireerd om met autisme bezig te zijn. Hoe komt dat? Nou, mijn broer heeft een vorm van autisme, die heeft Asperger. En die is na een traject van 7 jaar pas op zijn 22e gediagnosticeerd. En toen was hij eigenlijk te oud voor hulp. En dat frustreerde mij enorm. Toen wilde ik weten waarom dat nou zo lang duurde. Toen heb ik te horen gekregen dat het allemaal nog met de hand gebeurt. En dat dat heel tijdrovend is en heel kostbaar. En ik ben zelf IT'er. En toen dacht ik, nou, wanneer komt die computer nou in dat verhaal? En die kwam maar niet. Dat fiets ik er zelf wel in. En zo ben ik kleine 6 jaar geleden begonnen met AudiTouch. Ja, dus 4 jaar voordat de iPad kwam. Was jij al bezig met de Microsoft Table. Zo'n tafel met een scherm erin. En je hebt daar dus nu een diagnostisch tool voor gemaakt. Hoe werkt dat? Ja, het is een diagnostisch hulpmiddel. We hebben samen met TNO en de VU hebben een aantal instrumenten ontwikkeld, gebaseerd op wetenschappelijk gevalideerde artikelen, waarbij we ondersteuning bieden en kijken naar gedragskenmerken geleerd aan autisme. Dat een hulpverlener en een kind op een hele grote multitouchtafel samen een soort serious game kunnen spelen, waarbij de tafel automatisch allerlei data vastlegt. En middels een applicatie op een tablet de hulpverlener ook gelijktijdig kan observeren. En ook die data wordt meteen opgeslagen. En na afloop komt daar een rapportage uit, automatisch met 1 druk op de knop, die ook weer gedeeld kan worden, ontsloten kan worden in een EPD. En wij hopen dat een bouwsteentje is in het traject van diagnose. Dus wij stellen niet de diagnose, het is een onderdeel van het hele traject. Ja, nou, en ik heb jou dus 3 of 4 jaar geleden ontmoet. En toen had je dat al deed. Je had al een versie van 20.000 euro. Die tafel was toen 20.000 euro, nu 5.000 euro. En je was 4 jaar geleden, had je nou al het idee. En nu wordt het natuurlijk gebruikt door alle GGZ'en in Nederland en internationaal. En hoe sta je er nu voor? Hoe graag ik dat zou willen. Helaas nog niet. Want omdat het gebruikt wordt voor diagnostiek en wij ook een goed product in de markt willen zetten, moet het wetenschappelijk gevalideerd worden. En dat duurt lang en is duur. En we hebben een eerste onderzoek gedaan onder 300 kinderen met veelbelovende resultaten, maar nog niet de resultaten waar we zo erg op hoopten. Toen was het geld op. En sindsdien ben ik alweer een jaar, bijna anderhalf jaar bezig om weer opnieuw geld binnen te harken. Om weer het vervolgonderzoek te doen. Waarbij we wel verwachten dat we dan klaar zijn. Je blijft gewoon doorgaan, maar je ziet dus ook gewoon in het... Als je op een gegeven moment in het officiële... In een vrij ver gevorderd stadium. Dus ik hoop... Ik ga gewoon door. Ja, je gaat gewoon door. Pas je hem toe in Eindhoven? Nog niet. Omdat het niet gevalideerd is, mag ik het nog niet inzetten. Okay. Laten we even daar over de tweede rol. Om jouw leven te houden, om jezelf een leven te houden. Zit jij bij de GGZ in Eindhoven en wat doe je daar? Ik ben samen met een van de hulpverleners en ervaringsdeskundigen leiden wij hier het GGZ-E-lab. Waarbij we met hulp van cliënten en hulpverleners oplossingen bedenken voor e-health. En dan met name gericht ook op onder andere online behandeling, maar om ook de cliënt meer empowerment te geven en eigen regie op zijn behandeling. En waarbij de cliënten en de hulpverleners dus zelf met ideeën of een vraag bij ons komen. Wij ze daarmee helpen en dan soms faciliteren met applicaties die al bestaan. Dit is de bestaan, website, kennis. En soms moeten er niet opnieuw gebouwd worden. Dat doen we dan samen. Ja, en jij hebt dus ook een beetje een overzicht wat er op dit ogenblik allemaal gebeurt bij de zelfregulering, bij het ondersteunen van professionals. Doe je daar onderzoek naar en maak je een toolkit voor die mensen? Hoe doe je dat? Ja, nou, dat is grappig. We zijn toevallig bezig inderdaad met een toolkit. Waarbij we alle apps die er zijn en die wij ontwikkelen en allerlei andere kennis, al is het maar gewoon een website of een whitepaper, dat we die beschikbaar stellen voor de cliënten en de hulpverleners, waarbij ze ook zelf weer een review kunnen schrijven. En waarbij dus kennis gedeeld kan worden. Dus dat we niet allemaal iedere keer het wiel opnieuw hoeven uit te vinden. Maar dat mensen gewoon kunnen kijken. Oh, ik zoek iets voor depressie. Oh, dan kan ik hier en hier en hier gebruik van maken. Ja. Dit vonden andere cliënten en hulpverleners ervan. Ja, om gewoon die kennis te delen. Ja, en er is natuurlijk ook, zoals overal in elke wereld, is er een prachtig platform waarin al die reviewtjes staan. Waarin alle universiteiten samenwerken, alle GGZ's, alle patiëntenorganisaties, er wordt gedeeld, er wordt reputatiemanagement, dat is natuurlijk al. En die website die heet in Nederland?
Moet daar heel erg snel nu, komen. Of is er nu een media, moet er heel snel komen. Ja. Of is er gewoon een medialab per GGZ. Of is er overal initiatieven. En alles is nog compleet gefragmentariseerd. En niks is wetenschappelijk bewezen. En alles moet nog gewoon goedgekeurd worden. Nee, nou ja, alles niet, maar heel veel wel. Ik heb toevallig, er is net een e-book gepresenteerd door het Landelijk Kenniscentrum voor Kind- en Jeugdpsychiatrie. Dat is 2 dagen geleden aan de minister, op de afstand van de minister van VWS aangeboden. Daar heb ik ook aan een bijdrage aan geleverd. Waar ook onderzoek naar is gedaan, dat je dus ook gewoon ziet dat er heel veel initiatieven zijn, onder andere ook bij de GGZ in Nederland, maar heel veel dezelfde initiatieven. Er zijn bijvoorbeeld 10 applicaties voor ADHD, maar voor afasie is er niks. En dat is heel zonde, want daarvoor wordt heel veel kennis die wordt versplinterd en heel veel kosten worden gemaakt. Als je nou die krachten zou bundelen, dus daarom dat we vanuit de GGZ ook heel veel samen willen werken. Ja, dat je denkt, nou, laten we nou die ideeën bundelen en dat we dan 1 applicatie maken, zodat voor iedereen er wat komt met hetzelfde geld en ook er minder kosten gemaakt moeten worden. En dat e-book, daar zijn ook echt ongeveer alle ideeën in, zeker ook op innovatiegebied, die er nu zijn. En dan kan je zien dat er dus een hele hoop al gebeurt. Okay. En het mooie is dat de minister ook aangaf dat een van de grootste problemen nu is dat anonieme behandeling, hè, dus mensen die zich niet willen registreren, maar wel een bepaalde interventie willen ondervangen of ondersteuning, dat nu eigenlijk niet standaard vergoed werd aan de zorgverlener. Want ja, je kan het niet koppelen aan een cliëntnummer, je kan er geen DWC aan koppelen. En dat maakt het heel lastig. Er zijn iedere keer van ad hoc regelingen gekomen om dan toch maar wel goed te keuren. Maar daar komt dus nu een permanente regeling voor. De details zijn nog niet bekend. Maar die worden ergens deze week of volgende week bekendgemaakt door het ministerie. Ja, dat is gewoon natuurlijk fantastisch. Want daarmee kunnen een hele hoop mensen gewoon eerder hulp krijgen. Zonder dat ze eerst uit moeten vallen en in de hele molen moeten komen voordat ze door kunnen. Dat gaat ook een hele hoop leed besparen, maar ook een hele hoop geld. Ze blijft maar doorgaan, hè? Hey, hartstikke bedankt. Hey, bedankt. Ik ga even dit gebruiken in de presentatie. En ik hoop dat dat je tafel snel goedgekeurd wordt door alle regels die daarvoor nodig zijn. Want ja, vanuit jouw diepe frustratie van jouw broer die gewoon niet geholpen is, is het wel tijd dat er nu echt jongetjes en meisjes gewoon wel geholpen worden. Hartstikke bedankt. Graag gedaan. Okay, tot succes. Hoi. Dag.